Knol en knol. Hoe is het dragen? McDonald's! Ik ga beginnen met het leren jasje. Dus ik kijk naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. En ik sta op het punt om naar Rosa toe te gaan. We hebben een event in Amsterdam van Canada Goose. Ook met Zoe. Alleen Zoe die had school in Amsterdam. Dus die is er al. En Rosa en ik moeten allebei nog eventjes een foto maken voor samenwerking. Ik moet voor logos en mijn jewelry. Dus ik ga nu naar Rosa toe. Pakken we de auto, gaan we naar de Bijenkorf in Amsterdam. Daar heb je een parkeergarage. Gaan we even foto maken en dan rijden we door naar het event. Superleuk. Gaan we jas eventjes aandoen. Wat koudje afhalen. Volgens mij is het dus best wel prima weer buiten. Volgens mij. Ik heb geen idee eigenlijk. Maar het ziet er best wel oké uit. Dus ik heb een bodywarmer aan. Kijk hoor. Deze van Naked. Ik ben echt... best wel in het zwart. Ik heb echt al heel lang niet meer zoveel zwart aangehad. Ik doe deze tas van de Zara om. Ja, dat vind ik wel leuk. Dan heb ik deze bodywarmer van Naked. Trui is van Lofies. En dan een leren broek van... ik heb echt geen idee waar die vandaan is. En mijn Dr. Martens eronder. Voor de foto heb ik een kort broekje bij me. Maar dat is voor nu op de scooter misschien een beetje koud. Ik heb mijn sieraden... zijn allemaal van mijn jewelry die ik allemaal om heb. Maar er komt nog een apart video over en een hele leuke winactie. Dus houd het zeker in de gaten. Ik heb hier eventjes een tas mee met wat dingetjes voor een foto. En dan ga ik nu naar Rosa en dan gaan we naar Amsterdam toe. We zijn aangekomen op de parkeerplaats van de Bijenkorf in Amsterdam. En daar gaan we nu even een lekker fotootje maken. En dan hebben we zo meteen het event van Canada Goose. En dan gaan we op de terugweg. Wat gaan we op de terugweg doen? McDonald's! Peperdure wagen. Maar ik zou jou op handen en voeten dragen. Het is donderdag vandaag. Ik heb net al de Karmic Bank met Miel bewerkt, zodat hij morgen online kan. Extra video voor jullie. En ik ga nu een andere extra video opnemen. Eentje voor mijn jewelry. Als jullie deze week nog zien, komt die als het goed is morgen online. Een keertje op woensdag een extra video. 3 november. Dus die ga ik nu opnemen. Ik heb alles al klaargezet. Ik heb mijn stoel hier gezet. Ik heb mijn statief neergezet. Daar ligt het mijn jewelry pakketje. En als ik klaar ben met dat te filmen, ga ik het gelijk bewerken. Zodat ik hem kan opsturen voor goedkeuring. Want het is een samenwerking, dus dan moet hij goedgekeurd worden. En dan ga ik eventjes de woonkamer opruimen, want dat is best wel een beetje een zootje. En dan daarna ga ik van al deze kleding die hier ligt foto's maken, zodat ik het op Vinted kan zetten. Ik was vanmorgen best wel vroeg begonnen met het bewerken van de video met Milan. Dus het is nu ook nog lekker vroeg, dus ik heb nog heel de dag de tijd. Het is 12 uur, nou niet heel vroeg, maar ik heb wel een hele video bewerkt. Het duurt vaak wel een uurtje. Ik heb gedoucht, ik heb gewoon alles klaargezet voor de video. Dus op zich ben ik best wel vroeg. Ja, en vanavond ga ik sporten met Keer, dus dat is ook gezellig. Maar voor nu ga ik even de video opnemen. Oké, video's zijn opgenomen. Ik heb de woonkamer even opgeruimd, dat wil ik graag doen. En onze koelkast heeft dus iemand denk ik open laten staan of zo. Afgelopen weekend toen we met al die meiden waren, want we kwamen die dag erna opeens thuis. En toen was heel de koelkast of heel de vriezer als bevroren. We kregen hem ook niet meer dicht omdat hij dus open was. Maar die vriezer dus, die zijn we nu nog steeds een beetje aan het ontdooien. Hè? Dus dat heb ik gedaan. En ik ga nu dus foto's maken voor op Vinted. Dan zet ik mijn spiegel altijd hier. En dan ga ik hier gewoon alle foto's maken. Zaterdag en ik zie mezelf in die camera. Ik lijk echt wel een spook, maar ik heb ook echt een heel wit joggingspak aan. Dus misschien dat daardoor een beetje wit lijk. Maar het is dus vandaag zaterdag en ik weet niet, ik vind vandaag echt zo niet mijn dag. Dus het is ook echt super vies weer buiten. Het regent alleen maar en ik weet niet, ik voel me gewoon echt even heel leeg vandaag of zo. Ik weet niet. Dagmar die is werken, Milan is werken, dus ik ben ook
helemaal alleen thuis. Echt super saai. Maar om mezelf een beetje op te vrolijken heb ik bij Gorilla's even lekker 2 donuts besteld. Daar had ik echt super veel zin in. Die zijn echt mega lekker van Gorilla's. Vanavond hebben we dus eigenlijk een Halloween feestje. Maar ik twijfel een beetje om te gaan. Omdat ik me gewoon niet chill voel. Gewoon een beetje kut, een beetje bluh. Ik weet gewoon niet waardoor het komt. Ik denk ook gewoon door het weer. En gewoon, het wordt er koud. En het wordt herfst. En ik ben gewoon echt, echt een zomerpersoon. Dus ik denk dat daar ook wel een beetje door komt. Dus ik twijfel een beetje om te gaan. Als ik ga, ga ik als Roodkapje. Want dat kostuum had ik echt nog van 5 jaar geleden. Nou, 6 jaar geleden alweer. Dat kostuum had ik aan toen ik Milan leerde kennen. Dus dan ga ik zo. En ik heb witte neplensen heb ik. En ik dacht, doe ik gewoon een beetje rode make-up. Ik heb dus alleen geen bloed gehaald. Echt super dom. Dus ik hoop dat dan een van die meiden bloed heeft. Dat ik een beetje bloed over mezelf heen kan gooien. Ik heb wel net eventjes lekker gedoucht. Eventjes mijn haar gewassen en gefeund. En ik moet zo meteen eventjes een foto opnieuw maken voor mijn jewelry. Want van de week met Roos had ik die foto gemaakt. Alleen die foto is niet goedgekeurd helaas. Dus die moet ik opnieuw maken. Want het moet een selfie zijn. En als ik ergens slecht in ben, zijn het selfies. Echt schrik me neer. Maar goed, ik ga eventjes lekker eten. Dan ga ik eventjes wat make-up op mijn gezicht doen. En dan ga ik die foto proberen te maken. Milan is als goed zo'n 5 uur klaar met werken. Dus dan komt hij hierheen. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. En voor nu ga ik eventjes de mask afkijken. Volgens mij heet dat zo. In ieder geval die bekende Nederlanders die gaan optreden in zo'n maskerpak. Vind ik echt heel erg leuk. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En ja. Oké. Ik heb even wat. Ik heb eventjes wat make-up op mijn gezicht gesmeerd. Ik heb de foto voor mijn jewelry gemaakt. En story, ik hoop dat die wordt goedgekeurd. Ik heb hem net naar Merel toegestuurd. Ze gaat hem nu doorsturen. Dus ik hoop dat hij is goedgekeurd. Want je moest dus een selfie maken of een portret van je hoofd dichtbij. Dus ik heb nu dus een selfie gemaakt. Maar ik ben zo slecht in selfies maken. Ik snap echt niet. Bijvoorbeeld Zoe kan zulke goede selfies maken. Ik vind het echt vreselijk. Gelukkig kwam de zon. Wat het een beetje hielp. Want het lukt anders echt niet. En ik heb dus ook een paar nieuwe schoenen gekregen voor een samenwerking. Dus daar heb ik ook alvast even een storytje mee gemaakt. Ik dacht wel leuk. En dan heb ik die alvast. Want ik moet er een story, een post, een TikTok en een reels mee maken. Dus heb ik nu de story alvast. Ik dacht dat is wel chill. Die heb ik ook alvast gemaakt. En ik ga nu nog een aflevering van The Mask Singer kijken. Het is nu 4:30. Miel, die zijn rond 5 uur komen, zoiets. Ik zit nog steeds in de twijfel over vanavond of ik wel of niet ga. Want ik voel me gelukkig wel een stukje beter. Het is ook droog buiten, het regent niet. Het was net zelfs eventjes een klein zonnestraaltje. Maar ja, het is ook helemaal in Dordrecht. Moeten we daarheen met de taxi. We gaan met z'n allen met de taxi. Dus dan ben je ook afhankelijk van de rest wanneer je naar huis kan. Stel, het is gewoon hier in de stad. En ik was met de scooter, had ik gewoon naar huis gekund wanneer ik er klaar mee was. Maar nu ben je met z'n allen. Dus je moet blijven tot je met z'n allen weer naar huis gaat. Ja, of je moet in je eentje een taxi nemen. Maar vanaf Dordrecht zal dat wel oplopen in de kosten. Dus ik twijfel gewoon heel erg. Ik denk gewoon dat als Miel er straks is, dat ik gewoon eventjes kijk. Ja. En mijn camera is leeg, dus die ga ik eventjes in de oplader doen. Want als ik me ga klaarmaken voor Halloween, wil ik dat natuurlijk wel aan jullie laten zien. Het is vandaag zondag. En zoals jullie gisteravond misschien op de beelden konden zien, had ik een avondje met Miel. Ben ik dus niet naar het feest gegaan. En ik denk dat het wel een goede keus was. Niet omdat ik geen zin had of iets, maar ik vertelde gisteren natuurlijk al dat ik me al best wel bagger voelde eigenlijk. En die meiden waren volgens mij echt pas 6 uur 's nachts thuis. Dus ja, ik ben wel blij denk ik dat ik niet ben gegaan. Lekker gewoon eventjes lekker goed geslapen vannacht. Natuurlijk een uurtje langer kunnen slapen ook. Want de klok is een uur achteruit gegaan vannacht. En gisteravond gewoon lekker Peter Pannenkoek gekeken. Daar ga ik altijd echt helemaal stuk om. En lekker olijfjes gegeten. Een beetje tapashapjes. Dus ja, ik ben denk ik wel blij dat ik niet ben gegaan. Al het zag er wel echt super leuk uit. En die meiden had echt heel erg naar hun zin. Maar ik denk dat het voor mij wel eventjes goed was om thuis te blijven.
Ik wilde eigenlijk in deze weekvlog de naked items opnieuw gaan laten zien. Want in mijn vorige weekvlog had ik een hele grote naked shop vlog. Alleen, op de een of andere manier deed die video niet langer dan 18 minuten. Bij 18 minuten stopte die gewoon. Hij ging niet verder, terwijl er echt nog 10 minuten achteraan zaten. Want de video duurde volgens mij een half uur bijna. Dus ja, dat vond ik wel echt super jammer dat hij het niet deed. En toen dacht ik, ja, ik kan wel heel die video opnieuw gaan uploaden. Maar hij was er 14.000 keer bekeken, dus dan, ja, ik weet niet. Ik dacht, het is gewoon niet heel erg slim om hem opnieuw te uploaden. Dus ik dacht, het stukje van de Naked Shop vlog doe ik nog eventjes in deze weekvlog erbij plakken. Ik wilde het eerst helemaal opnieuw gaan filmen, maar ik dacht, ja, ik kan ook gewoon dat stukje uit die weekvlog eventjes hierin doen. Dus dat is waar jullie nu naar gaan kijken. Grote Naked Shop vlog, want ik heb van Naked echt super veel dingetjes gekregen. Oh, ik zie echt heel erg bleek. Ik wil echt naar de zonnebank, maar ik heb vorige week natuurlijk afgelopen week mijn benen laten lezen. En dan mag je 2 weken niet naar de zonnebank. Nog even een weekje volhouden. Dan mag ik weer. Oh, dat was dat erg. maar ik wilde eigenlijk heel erg graag een aparte naked shop vlog maken. Alleen naked heeft heel erg graag dat ik dinsdag deze video plaats. Of dinsdag zeg maar de video plaats waarin ik de naked items laat zien. En niet vrijdag. Dus vandaar dat ik het eventjes in deze weekvlog laat zien. De items en de kortingscode. En dan wil ik denk ik wel een aparte soort van herfst lookbook video voor volgende week maken met deze items. Want ik wil een soort van naked shopvlog plus lookbook maken. Maar maak er nu gewoon 2 aparte delen van. Dus ik ga eventjes alles van naked aan jullie laten zien. Het is echt best wel veel. Alle linkjes zullen in de beschrijving staan. En het is echt een beetje een herfst shopvlog. Dus laten we beginnen. Ik ga beginnen met dit leren jasje. Zo ideaal dus bij Naked. 2 maanden geleden of een maandje geleden had zij dus een leren jas uitgekozen. En we waren echt al allebei super lang op zoek naar zo'n oversized leren jas. En iedere keer dan, als we bijvoorbeeld in de stad waren en we zagen er eentje, dachten we, oh wat, dit is hem. En iedere keer was het hem net niet. En Zoe had hem toen bij Naked gevonden, dus ik heb hem nu ook uitgekozen. Zoe had hem wel een iets grotere maat. Ik heb hem in een maatje 34. Dus hij is bij mij ietsjes minder oversized, maar dit was de laatste die ze hadden. Maar ja, ik vind hem nog wel oversized genoeg. Ik zal het even in de spiegel laten zien. Kijk, dit is het leren jasje. Dus dat is de eerste die ik heb uitgekozen bij Naked. Dus dat is die. Hier ben ik echt super blij mee. Want hier ben ik echt heel erg lang naar op zoek geweest. Dat toen ik vrijdag uit eten ging, hadden jullie al mijn outfit kunnen zien natuurlijk. Met dat blouseje die ik toen aan had. En dat is deze. Ik heb hem dus in een maatje XS. Ja, het is een maatje XS. Maar hij valt dus best wel lang. En vrijdag toen we uit eten gingen, had ik hem gewoon onder mijn BH vastgemaakt, zodat het een shirtje leek. Maar je zou hem dus eventueel ook als jurkje kunnen dragen, wat ik wel heel erg leuk vind voor in de zomer. Het is echt nog lang geen zomer, maar ik mis de zomer zo intens erg, niet normaal. Maar je kan dit dus ook heel erg leuk dan als jurkje dragen met een paar hakken of een paar laarzen eronder. Leek me wel echt heel erg leuk. Het is dus een beetje van dat vloerse spul. Echt heel erg leuk. Ik had er ook nog een bijpassende broek bij. Die heb ik niet gekozen. Ik ben alleen voor de blouse gegaan. Dus dat is deze in een XS. Dan nog een blouse in een heel erg leuk kleurtje. Het is een beetje een lijmgroen kleurtje. Op camera lijkt hij iets lichter dan dat hij in het echt is. Ik heb deze in een maatje 36, zodat hij ook weer een beetje oversized is. Ik vind het heel erg leuk eigenlijk voor ieder seizoen. Het is echt zo'n lekker lentekleurtje. Maar voor de zomer is hij bijvoorbeeld leuk voor over je bikini heen. En voor de winter vind ik het ook gewoon leuk. Hij heeft een iets wijder mouwtje. En ik heb deze dus in een maatje 36. Dan zullen heel veel mensen me wel voor gek gaan verklaren, maar ik heb een bikini uitgekozen. Ik zag deze bikini op de website en toen dacht ik, oké, het is nog geen zomer. Nog lang niet. De zomer is pas net voorbij. Maar ik vond deze kleur zo leuk en zo'n mooie bikini dat ik dacht, ja, boeien, ik kies hem gewoon alvast. En dat is allereerst dit broekje. De bikinis die ik bij de Bio Sample Sale van de week heb gekocht zijn ook een beetje dit modelbroekje. En ik weet het, ik vind het gewoon echt heel erg mooi. Ik vind het ook een heel erg mooi kleurtje. Deze heb ik in een maatje XS. En daarbij heb ik de bijbehorende top. En dat is deze. Ook dit modelletje vind ik weer echt heel erg leuk. Ik heb deze in een 70C gekozen. Omdat ik nog een beetje met mijn oude maat in mijn hoofd had. Ondertussen heb ik een 70D. Dus ik hoop dat die gaat passen. Maar ik denk het wel. En ik vind het eigenlijk altijd wel mooi als bikini topjes ietsjes kleiner zijn. Want dan krijg je een soort van push-up effect of zo. Ik weet het. Ik vind dat wel mooi. Dus in ieder geval deze bikini top. Dan gaan we door naar dit kastje.
En groen is echt mijn nieuwe lievelingskleur. Toen zag ik deze bij Naked. Jou vind ik wel heel erg leuk. Het is een beetje geïnspireerd op de Bottega Veneta tassen. Een reliefje erin. Ja, ik weet het. Ik vond hem wel heel erg leuk. Hij is wel een beetje stijfjes. Maar misschien komt dat gewoon... Gewoon omdat hij nog niet echt gebruikt. Dus als je er natuurlijk veel in doet, gaat hij ook lekker bol staan. Dat vind ik wel leuk als hij zo'n beetje zo'n zakje is. Dus dat is deze tas. Dan heb ik een hele leuke trui uitgekozen. In mijn vorige Naked shoplog konden jullie zien dat ik een beetje een gebreide trui had van de Claire Rose collectie donkerbruine. Die had ik toen in een LXL besteld, zodat ik een beetje als jurkje kon dragen. Echt een hele chille trui vind ik dat. Ik kreeg er toen ook echt super veel vraag naar. En de beige was nu ook weer op voorraad. Helaas niet in de LXL, maar wel in de S/M. Dus die heb ik nu ook besteld. Echt zo'n lekkere oversized wintertrui. Echt heel erg leuk. En dat is deze. Het is zo'n lekkere kabeltrui. Hij kriebelt echt totaal niet. Hij is wel echt heel erg warm. Dus voor de winter is het natuurlijk heel erg lekker. En ja, het is gewoon een grote, grof, gebreide trui. Zoals you can see. En ik heb hem dus in de combinatiemaat SM. Nou, boeren als ik aan het filmen ben. Oké, ik hoop dat je de boorgeluid niet te erg hoort op de achtergrond. Maar deze is ook nog wel erg oversized, wat ik juist wel heel erg leuk vind. Wel iets minder natuurlijk dan die bruine, want dat was een LXL. Maar ook alsnog zit deze wel goed oversized. Dus heel blij mee. Dan zijn we nog niet klaar, want ik heb een hele leuke jurk van Naked ook weer. Logisch, want alles wat ik laat zien is van Naked. Maar in mijn vorige weekvlog liet ik dus zien dat ik nieuwe laarzen heb. En daar zit dus ook een beetje paars in. En toen zag ik dus dit paars jurkje. En ik dacht, het is wel heel erg leuk met die laarzen eronder voor van de zomer. Ik moet echt winterkleding gaan kopen. Ik koop echt alleen maar zomerkleding. Terwijl het is oktober. Maar goed. Ik heb dus in een maatje 34. Ik vind hem er wel best wel groot uitzien. Moet ik heel eerlijk zeggen. Nee, ben ik weer. Maar ik denk dus dat hij wel moet passen. En dit lijkt me gewoon heel erg leuk met die laars eronder. Ik hoop dat het een beetje dezelfde paarse kleur is. Want online heeft hij wel iets minder fel dan nu in het echt. Maar ik denk dat dat wel heel erg leuk staat. Dus dat is deze jurk. Het is een beetje een V-hals. En aan de onderkant is hij een beetje zo gesmokt. Echt heel erg leuk. Zoals die. Laatst heb ik een body warmer. En ik had deze bij Noah en Isabel gezien in het beige. Maar ik vond het zwarte wel heel erg leuk. Ik weet het, het is nu misschien niet echt meer weer voor een body warmer. Want je hebt nu gewoon heel, echt een dikke jas buiten nodig. Maar ik vond hem alsnog wel heel erg leuk. Bijvoorbeeld als het iets minder koud is of zo. Ik weet het, ik vind hem wel heel erg leuk. Er zit dus ook een riempje bij. Maar dat vind ik zelf wat minder. Dus ik denk dat ik die er gewoon uit ga halen. Maar een body warmer zo vind ik wel heel erg leuk. Hij komt tot net iets over mijn kont heen. Dus dat vind ik ook chill. Ja, ik vind dit wel heel erg leuk eigenlijk. Nou, wat leuk. Ik ga even kijken voor jullie welke maat ik hiervan heb. Deze heb ik in een maatje 34. Dus hij valt lekker oversized, want dit is dus al een 34. Dus dat waren weer alle dingetjes die ik deze keer van Naked heb gekregen. Kortingscode en alle linkjes staan in de beschrijving. Dat waren de Naked items. De kortingscode is nu helaas niet meer geldig, omdat het natuurlijk een week geleden is. Maar volg me eventjes op Instagram, want daar hou ik jullie altijd op de hoogte van wanneer mijn kortingscode geldig is. Dus als er dan weer zoiets als dit gebeurt, dan weet je in ieder geval via Instagram wel wanneer de code geldig is. Zo, goed verhaal. Ik heb net allemaal items op Vinted gezet. Die gaan er vanavond op om 8 uur. Dus ik hoop dat het een beetje verkoopt. Want dan ben ik ervan af. Want het ligt nu allemaal hier in mijn kamer een beetje stof te vangen. En ik heb ook mijn Ray-Ban. Of mijn Ray-Ban. Mijn Prada zonnebril erop gezet. Ik ga hem even aan jullie laten zien. Ik had deze dus afgelopen zomer gekocht. Alleen, ik merk gewoon dat ik hem maar één keer heb gedragen. Omdat ik hem misschien toch niet zo leuk bij mezelf vind staan als dat ik dacht. Dus, ja. Dus ik heb ervoor gekozen om hem te verkopen. Alles zit erbij. Doosje, dustbag, alles. En dit is hem. Ook echt nul crash. Ik heb hem letterlijk alleen één keer voor de foto opgehad. En staat er hier met gouden letters. Prada. Alle informatie en zo staat gewoon bij de Vinted advertentie. Dus ben je nou geïnteresseerd en
Misschien is hij er nog als je deze video ziet. Ik zal het linkje van mijn Vinted account staat altijd in de beschrijving. Ik krijg er dus ook het zakje bij en dit hoesje en de doos en gewoon alles wat er bij zat toen ik het kocht. Wel heb ik zelf nog een nieuwe bril gekregen van zonnebrillen.com van de week. Dus ik heb helemaal vergeten aan jullie te laten zien. Maar die heb ik hier. Die is van Versace. En ik denk dat jullie hem echt heel heftig gaan vinden. De kleur in het echt is ook wel echt heel heftig. Maar ik vond het wel grappig voor de zomer. Knal en knalroze is die. Kijk. Dit is de bril. En dit is ook weer zo'n... Ja, ik noem dit dus een fashion item. Omdat, kijk, als je hem zo op hebt... Het helpt niet echt tegen de zon. Alleen als je hem zo op hebt, maar zo is het natuurlijk niet leuk. Dus iedereen draagt hem zo. Dus ik vind dit een fashion item. Ik vind dit niet echt een zonnebril. Maar goed, dat ben ik. Hij is dus van Versace. En aan de zijkant heeft hij hier dus zo'n munt. Je had hem ook nog in allemaal andere kleurtjes. Maar ik vond die velroze wel grappig. Dus die heb ik gekregen van zonnebrillen.com. En dan wilde ik jullie nog eventjes een jasje laten zien die Miu's moeder voor mij had gemaakt. Op internet of op Instagram eigenlijk zag je steeds vaker van die jasjes voorbij komen. Vooral in de zomer en op Ibiza. En zij maakt die dus zelf. En ze heeft er ook eentje voor mij gemaakt. Dat is deze. Kijk even hoe leuk. Het zijn allemaal van die bloemetjes hier zo. En dan aan de mouwen allemaal verschillende kleurtjes. Markt op Ibiza vind je dit bijvoorbeeld echt overal. En je hebt er ook broeken van en topjes. Maar zij maakt ze dus zelf. Echt heel erg leuk. Ik zal het Instagram account waar alles op staat wel eventjes in de beschrijving zetten. Kunnen jullie een kijkje nemen als je het leuk vindt. Kijk. Ik ga nu de laatste dingetjes nog eventjes op Vinted zetten. En dan ja, weet ik niet echt wat ik voor de rest vandaag ga doen. We zijn bij Milan thuis en we gaan nu echt iets super lekkers. Of nou, ik denk dat het super lekker is. We hebben dus op internet, hadden we een paar keer gezien dat je... Zeg maar van dat kip in Doritos moest rollen. Dus dat is wat we nu gaan doen. Ik ga even laten zien wat je ervoor nodig hebt. Je hebt kip nodig, kipblokjes. Dan heb je bloem nodig. Dat doe je in het eerste bakje. Dan eieren, die heeft Milan daar. Die doe je in het tweede bakje. En dan heb je dus Doritos. Die moet je dus helemaal kruimelen en in het derde bakje doen. En dan doe je dus kip eerst dopen in de bloem. Dan in het ei. Dan in de Doritos en dan doe je het in de ovenschaal. En dat doe je dan een kwartiertje ongeveer op 200 graden in de oven. En wij doen er dan ook nog rijst bij eten. Dus ik ga jullie laten weten hoe het was. Wel een beetje droog.